erbij. Hartstikke leuk. We hebben vier jonge kandidaten, dames en heren, jongens en meisjes. Hartstikke mooi. Kom even zo hier naast me staan. Niet meer, ben je er ook klaar voor? Ja, kijk eens even. Dat is helemaal mooi uitgedost. Het plankje wordt even goed gedaan door mijn liefdallige assistente Tatjana. Tatjana, hartstikke mooi. En niet meer, ga er maar lekker op zitten. En niet meer, het is heel belangrijk dat je zometeen als je zit, je handjes op je knietjes houdt. Dat is heel belangrijk. Hartstikke goed. Ga lekker zitten, niet meer. Hoppatee. Ja, hij zit, dames en heren. Prijzenslag, dat is waar u nu bent, dames en heren. De grote prijzenwaterval. Het mag zomaar zijn dat ons niemand droog blijft, op dat plankje blijft zitten en niet in de bak met water gaat. Dat hij dan een prijs vindt en niet meer aan jou. Wat gaat het worden? Wordt het het vrijkaartje of ga je voor de grote rode doos, dames en heren? We hebben een grote mystery doos en er zit ook een heel bijzonder cadeautje. Wat wordt het, niet meer? Een vrijkaartje of een rode doos? Het wordt van die met een rode doos, dames en heren. Een grote verrassing in de rode doos. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Gaat het worden? We gaan naar de vragen. Allereerst naast mij staan heb ik... Artoes. Wat een mooie naam. Nou, Artoes, bijzonder. Heb ik nog nooit van gehoord. Wat voor naam is dat? Het is een... Wat voor naam is het? Een naam, ja, dat snap ik. Maar ik wil gewoon even weten wat voor soort naam. Is het een Keltische naam? Is het een Ierse naam? Is het een katholieke naam? Ik weet het niet. Maar het doet er ook allemaal helemaal niet meer toe. De eerste vraag voor jou is... Hoe heet mijn lieftallige assistente? Nee, dat snap ik. Hoe heet mijn lieftallige assistente? Dat is mijn assistente. Moet ik het nog gaan uitleggen? Dat is mijn assistente. En hoe heet zij? Geen idee heeft hij, geen idee. Zeg, hey, lieve Tatjana, luister eens even. Haal het ding eens even weg. Het blijft ontzettend af, hè. Foei. Dat is alleen wel bedoeld voor de mensen die de kikkers gaan gooien. Dat doen we zo meteen wel. Ik ben hier, dames en heren, met de mensen die antwoorden op de vragen gaan geven. De antwoorden op de vragen bepalen uiteindelijk of je kikker krijgt of niet. En dat betekent dat als je die kikker raak gooit tegen dat dingetje daar, dat niet meer met z'n hele hebben en houden zo de waterton in gaat. En dan gaat de prijs helemaal niet door, want niet meer zitten azen op de grote rode mystery doos, dames en heren. We hebben de grote rode mystery doos. En wat zit er dan toch in? Ik weet niet wat voor een spektakel eruit komt, maar het is een prijs, dames en heren. Naast mij staat een jongeman die het allemaal niet zo heel goed snapt, maar dat maakt allemaal helemaal niet uit. Hij is wel een beetje blond, misschien ligt het daarna. Nog één keer, hoe heet mijn lieftallige assistente? Dit gaat echt niet werken, dames en heren. En dan werd aan te kijken alsof hij water ziet branden, werkelijk. Maar hoe heet mijn lieftallige assistente? Jij weet het wel. Tatjana. Hartstikke goed. Nou, we hebben een beetje geholpen. Hoppatee, lichtpunt. Gaan we naar Tatjana toe. Pak maar de kikker, gaat dat lukken? Snap je dat? Heel goed. Het gaat lukken, hij snapt het. Heel mooi naar Tatjana. Dat is Tatjana. Ja, goed zo. En nog niet gooien. Foei, 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 foei. Nog niet gooien. We doen alles op ons maniertje. Op ons momentje. Dan komt hij, dames en heren. Dit is een spannende momentje. Dit is het moment waarop we allemaal gewacht hebben. Ik zou zeggen, klappen je handjes, stamp met de voetjes, dames en heren. Maak even een trommeltje. Een trommeltje, een trommeltje. En dan komt hij. Gooi hem maar tegenaan. Helaas, dames en heren. Jammer, joh. Het spijt me. We gaan door naar de volgende dame die de vraag gaat beantwoorden. Dag, jonge dame. Wat is jouw naam? Mabel. Dag, Mabel. Mabel Wissel-Smit staat ook naast ons, dames en heren. En die krijgt de volgende vraag van mij. Mabel, 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 Mabel. Wat is de oppervlakte van heel Walibi-Holland? Is dat 30 hectare, 20 hectare, 50 hectare, 60? Ik weet het niet. Denk jij het? Mabel denkt, nou, u mag haar helpen, dames en heren. 40 hoor ik hier, 40, 60 misschien, wat is het? 40, ze is heel, heel erg zeker van haar zaak. Tatjana, aan jou de kans om het antwoord te gaan geven. Tatjana, daar komt niet, wat is het antwoord, Tatjana? 40. 40, dames en heren, heeft het toch goed ook? Ik vind het fantastisch. Mabel, high five. Jij mag twee kikkers. Loop maar naar Tatjana toe en gooi maar met de kikker tegen de knop. En gaat hij te water, wordt het een... Nee, maar hou goed vol, hè. Handjes op de knietjes, heel goed. Het komt goed. Mabel is een vrouw, misschien gooit ze raak. Nee, dat is dus mis. Dat bedoel ik dus. Nog een kikker, Mabel, nog een kikker. Je had ook een nieuwe kikker mogen krijgen. Maakt me allemaal helemaal niks uit, wat een logistiek. Mabel, kijk uit. Niet erbij gaan liggen. En gooi! Ja, helaas, helaas. Het is niet gelukt, dames en heren. Jammer, jammer. De volgende vraag, wie staat er naast mij? Melvin. Dag Melvin, en waar komt Melvin vandaan? Harderwijk. Harderwijk, het is om de hoek, dat zijn kleine eterijen, dames en heren. De volgende vraag is voor Melvin, dames en heren. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op Walibi-Holland? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op Walibi-Holland? Zijn dat er 2500? Zijn dat er 4500? Zijn dat er 54? Ik weet het niet, misschien weet jij het, Melvin. Hoeveel zijn het er bij benadering? Je mag er 10 naast zitten. 5000? Nee, dat zijn er niet 5000. Nee, echt niet. Nee toch, Tatjana? Jawel. Ja, maar dat meisje weet allemaal vragen. Dat vind ik echt heel flauw. We doen gewoon een nieuwe vraag. En jij gaat je mond houden. Ga even lekker op de wc zitten. Doe de deur dicht. Goed, even kijken. Wat is de naam van de zweefmolen hier tegenover? Heeft iemand een prop in het mondje? Iemand van een prop in het mondje doen? Kevin, wil jij even een prop in het mondje doen?
Melvin, wat is de naam van de zweefmolen hier recht tegenover? Weet het niet. Je weet het niet. Je mag hem helpen, jongen daarnaast. Weet je het echt niet? Zo met de plek, de superswing, dames en heren. Dat is hem. Hartstikke goed, Melvin. Maar we hebben lekker twee kikkers. En mep het maar tegen de plankje aan, dames en heren. De superswing, dames en heren. De superswing was het juiste antwoord. Ik zou zeggen, gooi maar tegen het kikkertje. Gooi maar tegen de balletje aan. Daar komt hij. Oh ja! Jammer, joh. Oh jee, nu toch. Niet meer ging in de bak met water, dames en heren. Dat ze heel hebben en houden. Helaas, helaas, helaas niet meer. Niet meer. We zullen nooit weten wat er in de rode doos zat. Het is helaas uit met dat spelletje, dames en heren. Vond je het spannend? Je had even op je nagels te bijten. Zo krijg je nooit een vriendje, hè? Ja, ik let op alles. Luister, het is helaas voorbij, dames en heren. We gaan even een korte pauze nemen. En dan zijn we zo weer terug, dames en heren. Dan gaan we even door met prijzenwaterval. Ja, prijzenwaterval. We hebben geen samplemachine, daar moet ik het even zo doen. Prijzenwaterval, dames en heren. U moet zelf de drugs erbij bedenken. Het is een fantastisch spel.